Nou, Eos, we hebben vannacht de hele Twitter... waren heel veel mensen nog wakker. Bedankt voor de steun, want er was ingebroken hier op GNHQ. Ja, dus we werden in het midden van de nacht gebeld door de alarmcentrale. Ja, Tom en ik waren op een feestje, toevallig samen. Wij zijn de eerste twee mensen die gemeld worden als er iets is. En we waren samen op een feestje, dus we hadden gedronken, ze konden er niet heen. Helemaal in fucking Purmerend. Sorry. Het is nog steeds een hevige avond voor Peter Schiel. Ja, maar er is er een beetje bij komen. Maar we zaten allebei in Purmerend en redelijk Lazarus. Dus er werd hier ingebroken en we konden er eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Politie gebeld, al die zaken. Het is allemaal afgehandeld met de alarmcentrale en politie. En onze vriendelijke vriend Oscar, de conciërge, buurman, Alex. Ja. Vriend van Gamersnet, die even kwam helpen. Die kwam kijken. Dan moest ik dus een nieuwe sleutel om laten komen. Dat nou, maakt me niet uit. Ja, want ze hebben dus het hele slot ingeboord. Ja. Het is gewoon bam. Het is gewoon het oude slot. Dit ligt hier nou gewoon los. Hoe hebben ze het geboord dan? Zie je ook het boorspoor? Je ziet een boorspoor. Dat een fijne alliteratie ook. Ja. Of assonantie. Maar nee, het is, er is dus ingebroken en Oscar die zei tegen ons van er is eigenlijk niks gestolen, want alle grote dingen staan er nog. Computers, schermen, de tafelvoetbaltafel, de statues, weet je wel, alles wat voor ons veel waard is. De tuk-tuk vooral, dat die er nog staat. Maar nee, ze hebben wel iets meegenomen. En dat is één van onze camera's. Ja. Het is niet een goedkoop ding ook, want het is namelijk deze camera. Die hadden we twee, hè? Want we hebben meerdere items. Waar we nu mee opnemen, het is er zo eentje, maar dan minus de richtmicrofoon en het statief daarvan. Die hebben ze gewoon meegejankt. Ja, en we denken dat ze het in paniek hebben gedaan, want er stond er beneden één en boven één. Yeah. Die van beneden was eigenlijk veel makkelijker, maar ze hebben die van boven in de hoek gepakt waar we Games het Radio mee opnemen. Dus als je de Games het Radio kijkt van afgelopen... De laatste Games het Radio, zeg maar, daar hebben we dat mee opgenomen. Dus ja, kun je dus het zien. Misschien hebben ze die opname hebben ze nu. Hebben zij nou op de harde schijf van de camera staan. Of hij, het kan er ook één zijn. Misschien is het wel een zij. Weet misschien je. Wel zij, emancipatie. Maar die wel dood moet. Maar dus mocht je dit zien op internet. Want ze zijn bijna niet meer te krijgen. Canon XA10 is eruit. Het is een semi-professionele. Nou, het is wel een professionele camera. Dus hij kan voor flink op de kop gaan. Maar mocht je toevallig een vriend hebben die goed is op het dark web. Of het deep web. Of hoe je het ook wil noemen. Of iemand die naar Marktplaats kijken. Ja, zwarte.marktplaats.nl. Dat kan natuurlijk ook. Maar mocht je ergens op internet nog een beetje een shady. Dude, Canon XA10 vinden. Wat shady? Gewoon. Zoek naar XA10 waarvan het scherm niet werkt. Dat zou wel een amateurfout zijn als je hem gewoon op Marktplaats zet. Het was ook niet echt een professional. Het was niet gebruikt. Nee, anders dan had hij überhaupt de eerste al meegenomen. Ja. Dus, dus als je. En touchscreen doet het niet. Dus dat is even het ding. Bij deze doet hij het wel, bij die andere deed hij het niet. Dus als het touchscreen defect is, als dat ergens staat, dan moet je gewoon even mij tweeten. Ons tweeten, @gamersnet of Facebook. Of je mag, al zet je het op Instagram, je mag het in ieder geval even doorsturen. Het zou fijn zijn als iemand het misschien kan vinden, want dan hebben we een lead en dan kunnen we die persoon helemaal in elkaar slaan. Maar nee, de Canon XA10 met nog een topstuk erbij. Geen zonnekap, eigenlijk zo basic als hij maar komt. Zonder richtmicrofoon of iets. En misschien inderdaad met de definitie erbij dat de touchscreen kapot is. Wat overigens niet het geval is bij deze. Dus echt amateur dat hij gewoon ook echt de slechtere pakt eigenlijk. Anyway, als je ons kan helpen, thanks. En het is weer een keer een ondertussen op Gamersnet HQ. Maar het is niet zo'n fraaie. Dat is ingebroken. Jammer. Dus ik ga naar huis. Ik ga een verzekering regelen. Ja. Aangifte doen ook. Aangifte. Dingen zijn legit.